Maar je denkt, die man die haat mij, die vindt mijn vieze flikker, die vindt mijn grapjes kut. Nou, dat denk je de hele avond. Eindliedje is, slot op house, wie springt er overeind? Die man, met nog steeds een even woedend gezicht. Ja, want een van onze leerlingen is geraakt door een vrachtwagen. Frontaal, morsdood, meteen op slag. Dus je hebt toch niks over verkeersongeluk. Is afgelopen weekend gebeurd. Afschuwelijk, afschuwelijk. Is niks. En toen hoorde ik, hier is hij, Johan Goossens. Nou goed, iedere keer als ik een fout maak, trek ik één kledingstuk uit. Nou, binnen echt 5 minuten later was ik gewoon helemaal naakt. Stond ik daar mijn voorstellingen in mijn naki te doen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering is Johan Goossens te gast. Johan is cabaretier, hij won het Groninger Studenten Cabaret Festival, werd genomineerd voor de Nederlands Hoop en hij is lid van Comedy Train. Behalve uit de theaters kan je Johan ook kennen van tv. Bijvoorbeeld van Wie is de Mol, De Slimste Mens of The Roast van Ali B. Even hartelijk welkom aan Jasper, want jij bent nu medewerker van Elektra. En jij, als luisteraar, kan ook medewerker worden van het meest legendarische jongerencentrum. Kijk daarvoor op petje.af/elektrapodcast of ga naar elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Johan Goossens. En voor één keer ga ik tegen mijn eigen principes in over mijn eigen ervaringen vertellen. Omdat ik mijn comedycarrière bij jou begonnen ben. Ja, zeker. Want ik ben begonnen bij de cursus bij Griffioen in Amstelveen. Ik ging daar de cursus, ik denk dat die cabaret heette, of cabaret en kleinkunst misschien. Ja. Jij gaf die, ik wist niet wie jij was. Ik weet wel nog dat ik zat te wachten voor de eerste cursus en dat er één iemand had. Ik dacht, jezus, die gast is ook nerveus. En toen, dat bleek jij te zijn. Serieus? Je zag heel nerveus uit. Maar jij had toen, we hebben het nu over eind 2009. Ja. Volgens mij was dat de eerste keer dat jij die cursus ging geven. Zeker, ja. En vlak daarvoor Groningen Student Cabaret Festival had gewonnen, dat kan wel. Ja. Zag ik er nerveus uit voor die eerste les? Ja. Ja, dat kan wel, ja. Ja. Grappig. Maar dat vind ik nog altijd heel grappig. Want ik ben toen aan die cursus begonnen omdat ik dacht, nou, ik word bijna 30. Ik wil ooit een keer iets geprobeerd hebben met comedy. Ja. En liever op mijn 40ste denken, nou ja, jammer, het is niet gelukt. Ja. Dan denken, al had ik het ooit maar geprobeerd. Nou ja, ik word later dit jaar 40. Dus ik heb je eigenlijk ontdekt, dat wil je eigenlijk zeggen. Nou, ik weet wel dat jij echt, jij kon echt schrijven. Je zat in die klas en dan, ik gaf voor het eerst die lessen. En dan denk je, ja, hoe moet je dat nou gaan doen? En dan gaf je opdracht en bij sommige mensen leverde dat iets op en bij anderen leverde dat helemaal niks op. En ik weet nog dat ik jou op een gegeven moment vroeg, want toen zei ik tegen een vriend van mij die al jaren les geeft. Ik zeg, ja, ik heb wel een jongen in de klas die kan schrijven, maar ik kan toch niet aan hem vragen om voor die twee meisjes dan een scène te maken? Ik zeg, tuurlijk, dat kun je het wel vragen. Dan vraag je gewoon aan hem of hij voor die twee meisjes een scène schrijft. En dat deed jij toen ook. Dat vond ook niemand gek. Dat jij van alle mensen. Dat heb jij. Ja. Maar goed, dat is over mij. Ja. Waar ik wel benieuwd naar was, hoe lang was jij toen bezig? Nou, ik had net Groningen gewonnen, dus blijkbaar. Als dat zo is. Zo staat het in mijn hoofd. Maar toen was ik. Ja, toen was ik al best al een tijdje bezig eigenlijk. Ik was, gek genoeg, ging het eerst heel snel. Ik was 14 toen heb ik voor het eerst opgetreden. Toen was ik op de middelbare school. En toen werd er een kunstbende georganiseerd door de school zelf. En dat werd aangekondigd. Toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Want ik had al eigenlijk sinds ik 8 of 9 was, dacht ik, ja, ik word later cabaretier. Dat was in mijn hoofd, zat dat. Maar ik durfde het niet tegen iemand te zeggen, omdat ik dacht, ja, dat kan helemaal niet. Dat kun je niet worden, weet je wel. En weet je nog hoe het kwam dat je dacht, dat nou, het klinkt bijna mythisch, maar ik zat met mijn moeder naar tv te kijken naar Fons Jansen. Die was op televisie, die was net overleden, geloof ik. En toen zag ik die man zo staan met zijn microfoon en iedereen lachen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik laten doen. Ja, dat is een soort, dat klinkt een beetje zwaar, maar een soort inzicht was het. Maar toen dacht ik, dat kan helemaal niet, dat kun je niet worden. Dus ja, je kent niemand die dat wordt. Nee, ik vind het heel grappig dat je wel de koppeling hebt gemaakt. Ik wil dat worden, maar dan, nou, dat zeg ik niet, want dat kan niet. Nee. Want ik heb ongeveer hetzelfde gehad, maar ik heb ook altijd gedacht, dat worden sommige mensen. Ja, die zijn dat ineens. Het heeft heel lang geduurd voordat ik bedacht, dat kan ik ook worden. Ja.
Maar goed, dat was 14. En wat ja, en toen, toen? Ja, toen 14 toen werd dat aangekondigd. We doen een kunstband en dat is ook een, hadden ook een categorie cabaret. Toen dacht ik, ja, nu moet ik. Dan moet ik het nu gaan doen. Dan ik allerlaatste dag had ik me dat briefje ingeschreven, ingetekend met mijn naam en dan aan de leraar gegeven. En aan het eind van de les hopende dat niemand het zag. En dan was er één meisje. Cabaret, ga je cabaret? Denk je dat je grappig bent? Weet je dat? Ja. En ik, oh nee. En toen was dat was 3 maanden voor dat optreden. En ik was 3 maanden, iedere dag werd ik 's ochtends wakker. En ik, oh, nog 3 maanden. Oh, nog 6 weken. Oh, nog 4 weken. En echt bang gewoon. Echt doodsbang. En dan ging ik ook, want ik wist ook niet, hoe moet je dat doen? Ja. Ging maar zitten schrijven. Had ik een oud sprookje in een nieuw jasje. Dat was op een gegeven moment het idee. Ging maar een grapje schrijven over Ron Brandsteder en weten, ja, want dat soort dingen. En dan had ik zo'n sprookje gemaakt uiteindelijk. En toen heb ik dat die avond in de Leest in Waalwijk in het theater. Ja, ben ik gewoon opgelopen. Ik had ook nog een stoel onder mijn arm. Want ik dacht, misschien ga ik wel zitten. Maar toen er eenmaal stond, durfde ik helemaal niet te gaan zitten. Ik durfde bijna niet te bewegen, überhaupt. En toen heb ik dat sprookje voor. En toen werd er wel gelachen. En toen dacht ik, wauw. En dan heb ik die stoel weer opgetild en heb ik weer weggedragen. En ik vind het eigenlijk nog heel knap van mezelf dat ik dat durfde op mijn 14e. Ja? Ja, dat was echt euforisch daarna dat het gelukt was. Ja. Ja. Ja, nou ja, en helemaal ook. Het is natuurlijk iets wat je helemaal in je eentje doet. Ja, zeker, ja. Dat zeker het, dan nog, ja. Ja, nou ja, want het, voor de opname over mijn beentje wat ik had, dat is ook begonnen toen ik 14 of 15 was. Maar ja, dan sta je gewoon met z'n 3 of met z'n 4 op een podium. Ja. Dan kan je dat ongemak nog een beetje. Ja, en je hebt ook altijd die soort focus van die laatste uren voor een optreden. Die vind ik ook altijd best wel eenzaam. Dat je denkt, nou, nu moet ik in die sfeer komen, weet je wel. In die concentratie en zo. Dus ik, nu is mijn hele tournee natuurlijk afgezegd vanwege corona. En in het begin vind ik het ook altijd heerlijk. Ik denk, oh heerlijk, ik hoef niet. Ja. Ja. Maar goed, nu in mijn bankrekening vind ik het minder leuk. Maar ik vind het wel lekker. Ja, gaat ooit ook wel weer goed komen. Maar 14, dat was je eerste optreden. Ja. En wat gebeurde daarna? Als ik nou, toen heel lang niks. En toen ben ik gewoon braaf Nederlands gaan studeren in Amsterdam. Want de kleinkunst, dat durfde ik dan ook niet helemaal aan. Want ik kwam uit een klein dorpje en dan ging ik naar de grote stad. En ik vond het allemaal spannend genoeg, denk ik. Of ik dacht, ik zag het ook nog niet echt als iets reëels of zo. Want ben je wel naar een open dag geweest of zo? Of ja, of wel een keer, ja. Volgens mij later ook pas, later. Ik heb later wel een keer auditie gedaan. Want toen zat ik net, studeerde ik net Nederlands. Toen echt na 2, 3 weken zat ik in de bibliotheek een of ander artikel over Menno ter Braak te lezen. In het interbellum. En toen dacht ik, ja, nee, ik wil toch optreden. En toen ben ik op de poëzieavonden begonnen van Nederlands. Had ik een cabaretstukje gemaakt. En toen heb ik eigenlijk met AKF heb ik meegedaan. En daar kwam ik verrassend ver mee voor iemand die gewoon 19 was en net in de stad kan wonen. Ja. En, volgens mij heb ik jou nog zelfs met de finalistentour van het AKF in het Werftheater gezien met een nummer dat komt door de economie. Ja, ja, dat komt door de economie. Ja. Ja. Ik had 1 liedje over Bush en over Irak en 1 liedje over de economie. Ja, ja. Nou, Bush en Irak, dan weet je ook ongeveer. Ja. Bush bedankt heet dat liedje. Welke tijd we het over hebben. Maar je deed Nederlands. Ja, en toen dus aan dat AKF, toen kwam ik heel ver mee tot halve finale, maar toen mislukte ik jammerlijk. En toen ben ik daarna nog even een jaartje, anderhalf naar Den Bosch geweest, naar die opleiding. Dacht ik, misschien moet ik een opleiding doen. Koningstheateracademie. Toen was ik ook al afgewezen voor de kleinkunst, want had ik wel een keer auditie gedaan. En toen kreeg ik zo'n hele officiële brief thuis dat ze me afraden om dat ze mijn toekomstperspectief in dit vak niet hoog achten. Ja. Dus die heb ik nog ergens. Ben je er nog wel eens langs gegaan met hey? Ja, nou ja, ik achteraf denk ook, maar als je mijn auditie ziet, ik heb het ook niet makkelijk gemaakt. Ik had een liedje van Hans Dorrestein, dat met een vriend van mij aan de piano, dat was al oké. Maar je moest dan een monoloog doen of een gedicht. En ik deed dan een gedicht, maar dan deed ik Ote Ote Boe van Jan Hanlo. Dus ik ging daar staan en het was alleen Ote Ote Boe, Ote Oe, Ote A, Ote E, Rembrandt, Demland, Vemland, Kemland, ja, nou goed. En dat was eigenlijk mijn auditie. Dus ze keken me heel, een beetje meewarig aan, ja. Maar goed, ik vind het op zich prima. Daar heb ik mijn studie Nederlands gewoon voor afgemaakt. Dus. En toen heb ik op een gegeven moment Groningen gedaan. Want ik was toen in Den Bosch geweest. En dan was ik weggegaan met een soort van conflict of een soort ruzie. En toen dacht ik, nou, ik wil in ieder geval. Oh ja, en toen dacht ik, nou, en toen vroeg iemand, wat ga je nou doen? Ik zeg, ik ga een nieuw programma maken, denk ik. En dan ga ik meedoen aan een festival. Toen zei hij, nee, zo werkt het niet. Je schrijft je eerst in voor een festival. En dan krijg je van hun een deadline. En dan ga je daarvoor een programma maken. Dus dus ik schreef me in voor Groningen. Dacht, daar kom ik niemand tegen in een bos. Uit een bos van die opleiding. En toen heb ik gewoon dat alles gewonnen. Ja. Persoonlijkheidsprijs en de juryprijs en de publieksprijs. En zaten allemaal mensen uit die school. Want ik moest uiteindelijk in de finale tegen een meisje uit Den Bosch. Notabene. En toen zaten al die mensen in. En toen heb ik alles gewonnen. Nou, het was al een soort overwinning. Ja.
Zoete wraak. Ja, ja, dat meisje overigens verdient haar kost ook gewoon met comedy. Ja, en zeker. Doet het hartstikke lekker. Ja, die gaat lekker nu. Ja, super. Ja, god, ja, ik zit nu even meteen. Moet ik, anders moet je maar knippen als ik hele nare dingen ga zeggen. Nee, het was. Ik heb ontzettend. Ja, met haar ook ontzettend veel lol gehad. Zij had berit. Zij had altijd. Ja, campagne. Ze had de neiging om overal waar wij kwamen, want dan moesten we met z'n tweeën dan een beetje naartoe, ging ze altijd enorme vrienden worden met de technici. Ja. Ja, taarten bakken voor ze en vrienden worden. En die is daar belachelijk goed in. Ja. Die kan je nu een willekeurig theater in Nederland insturen en die kent al die lui bij naam. Die weet hoe ze heten. Zegt ook, oh, maar hoe gaat het met je zoon? Want die was vorige week jarig, toch? En ja. Maar ja, wat vind je daarvan? Want aan de ene kant voel ik mezelf dan een enorme autistische eikel. Want ik wist de eerste 10 jaar eigenlijk totaal niet hoe je moest doen tegen technici. Ik werd eigenlijk alleen maar onzeker van technici, weet je. Ik vind het vooral heel knap dat ze het kan. En het is ook heel slim, want zij ondersteunen jouw show. Ja. Dus dat is heel fijn als je die aan je kant hebt staan. Maar ook wel, het zijn vooral mannen, maar ook wat vrouwen her en der die dagen maken van... Ja. 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts, maar weer af te breken voor een schandalig loon. Dus ik vind het zeker. Nou, zeker. Nee, absoluut. Nee, dat bedoel ik ook niet hoor. Maar ik heb ook wel eens tegen haar gezegd: volgens mij ben je gewoon. Iedereen heeft een soort ontwijkingsgedrag, hè, omdat het optreden toch spannend is. Ik ging dan juist altijd heel erg mezelf afzonderen. En zij ging juist, volgens mij, vrienden maken. Bijna als. Ja, straks dat optreden komt wel. Maar ja, weet je, een soort. Snap je dat je een soort. Jezelf indekt of zo? Snap je wat ik bedoel? Ja, nou, misschien zoek ik er te veel achter. Nou ja, maar... het is een manier om ook jezelf op je gemak te stellen. Is waar, want je hebt dan vriendelijke mensen om je heen. Waar je... Ja, in plaats van stuurse mensen die ik dan altijd kreeg. Ja. Maar goed, en zat daar ook een tour bij Groningen Studenten? Ja, dat hebben we gedaan. Ja. Dat was leuk. Wij moesten allebei, gingen wij met z'n tweeën toeren. En dan werden we altijd aangekondigd. Die studenten die waren dan het bestuur. En die gingen dan ook die avond presenteren. En dan leer je dat het echt een vak is. Want die bedoelde natuurlijk heel goed. Maar die trok ook strootjes. Hè, want niemand wou presenteren. En met die studenten, dat is handig om even te vermelden. Het festival wordt elk jaar georganiseerd door een nieuwe lichting studenten. Ja. Die het heb wiel ik het idee, opnieuw uit geen moeten... draaiboek krijgen van het jaar ervoor. Dus die zijn over het algemeen met z'n 15 aanwezig om één avond te regelen. Ja, die zaten even in die witte en pakken altijd. En daarom is er ook geen budget om de artiesten te betalen. Nou ja, volgens mij ze zijn inderdaad allemaal heel groen. Maar met heel veel enthousiasme zetten ze het dan allemaal in elkaar. En ze komen allemaal kijken naar al die shows van dezelfde. Iedere keer, die hebben mijn Brits shows wel 12, 13 keer gezien. En zaten er altijd. En dan zei ze, Renske, vandaag moet jij presenteren. Nou, dan kwam Renske op. Ja, nou ja, goed. Hier straks een beetje mompelend. En dan weet ik nog dat we in Betty Asphalt waren. En op een gegeven moment, ik weet niet... Ik zei, ja, kun je even vragen aan de mensen die... Ik zie, die man zit met zijn voeten op het podium. Vind ik dat heel irritant. Kun je even aan die man vragen dat hij wel zijn voeten op de grond zet? Dus liep ze op. Nou, zo dadelijk is Johan Goossens. Johan wil wel graag trouwens dat jullie je voeten van het podium haalt. Want anders wordt hij echt boos. Hier is hij, Johan Goossens. Nou, toen stond ik natuurlijk al 3-0 achter. Oh, yeah. Ja. Dit heb ik al eens vaak gedaan. Daar heb ik echt op geleerd. Dus als je dan tegen iemand zegt van... Ja, trouwens, ik wil wel niet dat de bar open is. Of ik wil niet dat ik wil dat de deur wel gewoon dicht is. Want als mensen binnen blijven komen... Ja. Dat ze heel, nou, wordt letterlijk gewoon gezegd... Dames en heren, Johan wil echt dat de deur dicht gaat nu. Nu moet die deur dicht. Nee, u ook, meneer. Weg met geen drankjes in de zaal. Weg, Johan Goossens gaat zo optreden. Nou ja, dan heb je echt... En de reden dat je het natuurlijk vraagt aan het personeel... is dat jij niet de lul bent die de nare boodschap... Zodat ik niet op hoef te komen en meteen... de prinses op de ert hoeft te zijn. Nou, en die zegt, daarom maakt Brit vrienden met iedereen in het theater. Ja. Misschien moet ik dat ook meer doen. Dus die hele tour gehad. Ja, het was ook nog één verhaal. Ik weet nog dat ik één keer gingen we altijd eten met z'n tweeën met Brit. En dan gingen we naar een van de walk to walk of zo. En dan zei ze, kun je dat eten? Vind je dat, ik zeg, ja, lekker joh. Nou, wij dat eten. En op een van die kwam het allemaal omhoog. Maar net toen werd Brit aangekondigd. En toen moest ik niezen en toen kotste. Niezen en kotste tegelijk. Dus ik werd een soort sproeiinstallatie daar in de Betty Asphalt. En terwijl we hoorden, Brit campagne. Brit zei, gaat het joh? En zei, ja. En toen is ze opgelopen, heeft ze als eerste zin gezegd... misschien kan iemand even naar de kleedkamer om te kijken hoe het met Johan gaat. Ik had ook een kater hoor. Ik dronk toen best wel veel in die tijd. Want ik vond het allemaal gewoon heel spannend, het optreden. Oh.
Ik heb heel lang gehad dat gewoon mijn, ja, dat ik de avond van tevoren, eigenlijk maanden van tevoren, eigenlijk in ieder geval weken van tevoren, zo zenuwachtig was dat ik gewoon van heel erg van begon te zuipen. Gewoon. Ja? Ja. Maar hoe lang heb je dat? Ja, dat is nog steeds mijn neiging, maar ik probeer het niet te doen. Er zit video bij deze podcast, dus als je nu koffie, kijkt en denkt, koffie. Wat zit er in die mok? Dat is gewoon koffie. Denk ik. Nee, ik heb dat... Hele warme kaloen. Nee, ik heb het wel lang gehad hoor. Ik dacht dat even, jee. Want ik was eigenlijk alleen maar doodsbang voor het optreden. Dat is het gekke. Dan ging ik 's middags soundchecken en dan zag ik zo'n lege zaal. Ik dacht, ja, daar zitten straks allemaal mensen die niet gaan lachen. Weet je dan zo? Zo zat ik altijd te denken. Of dan ging je thuis zitten schrijven en dacht ik, ja, hier gaat ook niemand om lachen. Maar hoe heb je dat dan gedaan in Groningen bij de finale? Want dat is in de stad Schouwburg Groningen, waar volgens mij iets van 800 man in gaat. Ja. Dit is een hele grote, imposante bak. Maar toen had ik al heel veel die studenten van het festival. Die zeiden, joh, niet drinken. Vanavond niet drinken. Dus die zaten al tegen mij, niet drinken. Ja, want ik ging echt van de zenuwen drinken. Ja, denk ik. Heb jij dat nooit gehad? Ja, jawel. Of jij dronk niet uit zenuwen? Nou, wel. Wat voor mij een voordeel was. Met het bandje wat ik had voordat ik comedy deed. Ik 15 jaar lang een pretpunkbandje gehad. En daar dronken we juist ontzettend veel bij. Want ergens optreden was ook gewoon een uitje en we gaan zuipen. En het fijne wat ik heel snel merkte toen ik begon met comedy, zei, oh, wat relaxed. Want ik ben nu de enige die bepaalt hoe dit gaat. Ja. Want met een bandje, ik kon wel zeggen, ik ga niet drinken, want dan wordt de show misschien wat beter. Ja. En dan had ik nog steeds een bassist en een drummer die op dat moment al zat waren. Dus toen ik begon te spelen, dacht ik, dat moet ik niet doen. Ik ga niet dronken het podium op, daar word ik niet beter van. En ik heb alles nu zelf in de hand. Ja. Wel achteraf, dat vond ik wel heel leuk. En ook de cursus waar ik jou mee begonnen ben. Ja. Dat was ook heel gezellig, omdat we achteraf keihard gingen zuipen in het Uilenstedencafé met studententarieven. Dus daar betaalde je volgens mij voor een duvel €2,50. Op een dinsdagavond. Dat was ook heel brak wakker worden. Ja. Maar wel ook in dezelfde periode dat ik begonnen ben, heb ik al heel snel bedacht, ik ga straks op allemaal plekken zijn waar alcohol is. En zeker in het begin kreeg je natuurlijk ook vooral consumptiebonnen en dat is het. Mm-hmm. Dat ik bedacht, ik moet niet in deze val trappen. Nee, want dat was, je had toen al wel echt de neiging om veel te drinken. Ja. Want ik weet zelf, ik weet nog die cursus, wij gingen toen altijd naar de hand zuipen met z'n allen. Dat was ook een beetje uit onzekerheid, omdat ik dacht, ja, is die cursus nou wel goed genoeg? En dacht ik, nou, ik neem ze in ieder geval mee naar het café. Dan plakken we er nog 2,5 uur aan vast. En dan is het wel een keer, dan hebben mensen een keertje waar voor hun geld. En toen leerde ik jullie allemaal een beetje kennen. En toen was jij inderdaad, ik weet nog één avond, het was eigenlijk altijd heel gezellig, dat heel veel dronken. Nou, op één avond weet ik ook nog dat je, was jij zo dronken dat je toen een taxi volgens mij naar huis had genomen. Oh, dat zou goed. En echt in Hoofddorp of zo, best wel ver. En dat je de volgende dag je auto nog op moest halen bij het cursuscentrum. Oh, en toen dacht ik, toen je dat vertelde, dacht ik, ja, is dit eigenlijk nog wel leuk qua drinken? Ja. Nee, ja, dit is dus eind 2009 en ik ben half 2010 ben ik echt gestopt. Ja, je mag er zelf uit knippen hoor, als je wilt. Oh, nee hoor, nee, dat maakt me niet uit. Nee, maar ik ben wel bewust door comedy, omdat ik dacht, ik kom straks op heel veel plekken en dit is ook gewoon niet handig. En dan bijvoorbeeld ook, dan ging ik, op een gegeven moment werkte ik toen vooral nog maandag, dinsdag, woensdag. Mm-hmm. En had ik donderdag, vrijdag vrij. Dus op donderdag begon mijn weekend. En had je op woensdagavond had je de try-out night in Comedy Café. Yeah. Daar mochten dan de betere open micers ook spelen. Dus ja, dan was je op woensdagavond in Comedy Café. En op donderdag begon mijn weekend. Dus dan kon ik ook drinken. Dus ik heb toen al vrij snel bedacht, dat moet ik niet meer doen. En je had toen ook al, dat weet ik ook nog uit een sketch van jou in die cursus, dat je overgevoelig was voor geluid. Dat je had een sketch over jouw bovenbuurman. Ja. Dat je zei, weet u dat u elk scheetje wat u in de bank duwt, dat hoor ik. Ja, ja klopt. Ja, de overbuurman in kwestie woont hier 250 meter verderop. Ja, nee, klopt. Ja, er was gewoon geluidsoverlast. Slecht geïsoleerde woning. Ja. Maar ook, en dat wilde ik, daarom begon ik ook in het begin over die cursus. Daar dacht ik meteen aan. Ik weet nog dat wij met de cursisten hadden bedacht, wij gaan naar het Huiskamerfestival, wat ze daar elk jaar doen. En dat is hartstikke leuk in de woonkamer van die studentenwoningen daar. Die hebben allemaal een grote gemeenschappelijke huiskamer. En dan één keer per jaar is een festival. En cabaretiers en muzikanten treden daar op. En dat wij zeiden, oh leuk, want jij ging daar optreden. Ja. En zeiden, leuk, we komen kijken. En jij zegt zo, leuk. en wij stapten dus opeens met 8 man zo'n huiskamer binnen. Ja. Wij hadden ons niet gerealiseerd. Nou, laat ik het dan eens vertellen.
Is mijn inschatting goed dat jij dacht... Ja, ik zit nou te kijken of ik dat nog weet. Ik heb toen ook waarschijnlijk dat allemaal weggezopen. Maar ik weet wel dat ik weet dat ik daar altijd best wel... Ja, dat ik daar wel vanuit het lood kan zijn. Ja, dat je denkt, oh, kut. Nu komen er ook nog mensen die ik ken. Nou ja, en vooral, er zit maar 20 man in zo'n kamer. Ja. En als er dan ook... En het is natuurlijk geen theatersetting. Nee, en je moet juist in zo'n kamer is het heel moeilijk... om te doen alsof. Om mensen, kijk, je moet die mensen... als je 8 van de 10 of 8 van de 20 niet aan kan kijken... omdat je ze kent... dan houdt het al wel een beetje op in zo'n huiskamer, weet je wel. Ja. Dan wordt het echt moeilijker spelen. En mensen die je kennen, die zien ook meer aan je. Dus die zien als jij nerveus bent. Dus dan worden zij ook nerveus... omdat ze toch wel meeleven. En het zijn je studenten, je leerlingen, ja. En je hoopt toch dat die een goede indruk hadden. Ik weet niet of het goed ging. Ging het goed? Volgens mij wel. Ja. Ik denk dat we daarna de kroeg in zijn gegaan. Dat dus denk ik ook, ja. Sowieso een leuke avond. Ik weet ook nog wel, dat heb ik wel vaak gehad. Dan kwamen leerlingen kijken of studenten, ja, van zo'n cursus dan. En dan was het een rampzalige avond. En dan zag je echt die leerlingen zo wegdruipen. Van, ja, nou ja, we dachten, we komen hem verrassen. Maar goed, dan had ik altijd zo'n regisseur die zei van... Ja, dat was gewoon een hele vroege try-out. En zei die, ja, maar Johan, dat de leerlingen van je cursus komen kijken... betekent nog niet dat het een afprogramma is. Dan denk ik, oh ja, goed zo. Zit ook wel Nee, ja. Want heb jij veel van dat soort huiskamershows gedaan? Ja, wel. Ja, maar ik doe dat altijd nog wel, hoor. Want ik vind het echt leuk, ja. Ja, het is altijd een soort... om te try-outen sowieso is het heel goed. En soms is het goed om een oude show die je al heel veel hebt gedaan... en bijvoorbeeld, het is vaak aan het begin van het seizoen of in de zomer... om die gewoon nog een keer van huiskamer te doen. Omdat je... Ja, je kan niet liegen in een huiskamer, weet je wel? Alles is zo dichtbij. Ja. En als je gaat voor een grotere zaal of een grotere zaal... ga je wel eens een beetje spelen, weet je wel? Van, en dan kijk je naar links altijd bij die grap of weet ik veel wat. Nou, dat kan in een huiskamer niet. Dus dan moet je het gewoon weer heel naturel brengen. Ja. Dus het goede, ik vind het al een hele goede les, ja. Maar dat maakt ook, want je kan niks verbergen in zo'n huiskamer. Nee, en je kan nergens heen. Dus ik word met name altijd heel benauwd, omdat je staat vaak tegen een garagedeur of in een hoek. Weet je, op Texel heb je ook zo'n festival. En dan moet je 4 keer op een avond. Nou, dat is bijna een soort slavernij. En dan, nou, als ik een beetje bij een deur sta, vind ik het niet zo erg. Ja. Maar als je dus echt dat al die stoeltjes voor jou staan en je moet door die mensen of door het raam naar buiten, dan krijg ik al een soort paniekaanval. Ik wil altijd wel weg kunnen, ja. Ja, ja. En ben je op zo'n avond ook wel eens helemaal kapot gegaan? Nou, even kijken hoor. Helemaal kapot. Wel dat je steeds... Ik heb ook dat je steeds dronkener werd. Nou goed, nu gaat alles over drank. Maar goed. Helemaal kapot gaan op zo'n avond niet, geloof ik. Nee, nee. Omdat... Er zit natuurlijk ook altijd een ontzettende gunfactor Ja, en je in, ziet toch ik. Altijd wel één mevrouw vriendelijk naar je lachen of zo op rij 3. Kijk, bij mij zit er altijd op de eerste rij, maar inmiddels heb ik me daarbij neergelegd. Er zit altijd iemand met een aangezichtsverlamming en iemand die zit te slapen. Dus iemand met narcolepsie. Dus ik probeer dat altijd niet persoonlijk op te nemen. Ja, die man, en die aangezichtsverlamming gewoon echt met een betrokken gezicht? Of dat je ervan overtuigd bent, deze persoon kan gewoon niet lachen? Die zit mij woedend aan te kijken vanaf de eerste rij. Dus echt waar, een hele avond lang. En ik heb wel eens echt gehad... Dus daarom zeg ik tegen mezelf, Johan, die man heeft gewoon een aangezichtsverlamming. Maar je denkt, die man die haat mij, die vindt mij een vieze flikker, die vindt mijn grapjes kut. Nou, dat denk je de hele avond. Maar ik heb echt wel eens gehad, zat een man ergens in de Vught, een man om de eerste rij me woedend aan te kijken, de hele avond. Eindliedje is, slot op pauze, wie springt er overeind? Die man. Met nog steeds een even woedend gezicht. Nou ja, dus je moet het niet te persoonlijk opnemen. Nee. En hoe vind jij de... ik vind het interessante optredens. Ik doe ze zelf niet zo heel vaak. Maar ik vind ze wel altijd leuk om te doen. Juist inderdaad omdat ze intiem is. Ja. Maar hoe vind jij de... Of kan je beschrijven hoe de... Het moment is, zeg maar, voordat mensen de zaal daar binnenkomen. Want je hebt geen kleedkamer over het algemeen waar je gewoon rustig staat en dan het podium opkomt. Ja, dat is vaak het meest vermoeiend eigenlijk. Dus dat is, je staat dan vaak met alle beste bedoelingen, hoor. Maar dan word je ontvangen door iemand. En als het gewoon iemand is die het snapt, weet je wel. Hey, dit is mijn huis. Johan, wat fijn. Hier staat de koffie, hier staat cola. Heb je nog iets nodig? Nee, fijn. Heel veel succes. Wij gaan ook lekker weg of zo. Maar soms heb je ook wel eens iemand die gewoon alle 3 de voorstellingen komt kijken. En die dan tussendoor ook nog tegen je aan begint te praten. En ja, het klinkt heel arrogant, maar dat is best wel vermoeiend, zou ik maar zeggen. Ja. En die dan ook recensies gaat geven van wat hij van het eerste optreden vond en van het tweede, dat soort dingen. Serieus? Ja. Of mensen, ik heb wel eens gehad dat de man, de eigenaar van het huis, in de loop van de avond steeds dronkener werd en steeds meer dingen begon te roepen, dat soort dingen, ja. Heb ik wel gehad, ja. Oh, ja. Ja, überhaupt dat je iedereen ziet, hè, dat je denkt van, oh ja, oh, je bent echt teleurgesteld. Ja, je vindt het echt minder, ja, dat zie je gewoon, hè, dat je denkt, oh ja, zo'n mensen als een plumpudding in elkaar zien zakken, ja. Maar ik vind eigenlijk, weet je, het gek is... Je denkt altijd de angst is dat er niemand gaat lachen. Maar dat is eigenlijk gebeurt dat bijna niet. Omdat mensen willen ook lachen.
De angst is meer, ik heb wel eens een show gehad, mijn tweede show, die was niet goed. Dat kreeg ik niet goed. Het werd niet rond, het werd niet goed. Het werd ook heel slecht gerecenseerd. Toen ben ik ook gaan lesgeven. Maar ja, je kreeg hem niet goed. Maar je moet zo'n show dus blijven spelen, want die staan gewoon geboekt. Je moet gewoon je afspraken nakomen. Ja. Dus je gaat van theater naar theater, avond aan avond met die kutshow, die je zelf ook niet goed vindt. En dat maak je dan af als een hele seizoen. En aan het eind van die seizoen lag ik in de zomer in een tentje op fietsvakantie. Een en aan de andere nachtmerrie over dat er een zaal voor me zat. Niet dat ze niet lachten, maar meer dat ze me aankeken. Dat ze... Weet je wel, zo'n lach van... Oh Johan, laat het over zijn, laat het ophouden. Dat je denkt, met tegenzin, mensen die met tegenzin lachen... om jou een minder gênante avond te bezorgen. Dat is eigenlijk veel erger dan mensen die niet lachen. Ja, maar hoe ben je die tour? Want volgens mij, je eerste programma werd heel goed ontvangen. Ja, ja. Nou, dus heel dan... goed. Heel goed. Het was mij de kop in de Volkskrant was... trage trekkende avond met af en toe een piek. En had 2 sterren, geloof ik. Nou ja, goed. Ik heb ook wel een slechte... Ja, nou, maar er waren ook 4 sterren recensies. Ja, ja, dat is goed. Dat hij goed werd ontvangen. Ja, ja. Ja, ik ook. Maar hoeveel shows had je in die tweede tour? Ja, daar heb ik toch 120 keer dat kutprogramma lopen spelen. Ja, overal. Maar ik heb ook iedere keer verandering toen van... decor heb ik 3 keer veranderd, weggeflikkerd. Weer iets nieuws. En ja, een andere regisseur. Nou ja, ik wist het gewoon niet. Ik liep enorm te zoeken. En dan is het zwaar, zo'n tournee. Ja, ja, ja. Dus maar toen dacht ik, oh ja, eigenlijk, je bent eigenlijk niet bang voor dat ze niet lachen, maar je bent wel bang voor de met tegenzin gaan lachen om die cabaretier. Los van hoe het in je nachtmerries was, hoe reageerden zalen op die show? Ja, ik denk dat je op een gegeven moment ook een beetje voor afsluit of zo, omdat je moet wel, weet je wel. Dus je kan ook niet de hele avond als een bloedende wond daar staan te lijden onder hoe kut je show is. Je probeert er toch gewoon het beste van te maken, ja. Ik weet niet. Ik was misschien ook niet zo gelukkig. Ik weet nog wel dat ik 1 keer tijdens een show halverwege dacht... oh, wat zou ik graag een sigaretje lussen, zeg, weet je. Ja, dan ben je ook niet heel goed in je concentratie als je denkt van... oh, wanneer is het voorbij? Dan kan ik roken. Ja. Oh, ja. Wauw. Je hebt ook een hele lijstje van dingen. Ja, ik zit nog te kijken. Weet je wat grappig is? Wat ik zat te denken als ik naar een rampzalige optreden denk... Soms is het gewoon hoe je er naartoe leeft. Dat je denkt, oh, dat wordt heel leuk. Weet je wel? Want ik moest laatst in Londen optreden met Kim Schuddeboom. En dat was voor Toomler. En het jaar daarvoor had Ryan en Howard had het gedaan. Ryan Pandey en Howard Komproe. En die zeiden, nou, dat is zo'n leuk publiek. Dat is het leukste publiek voor ooit. Voor Nederlanders in Londen, ja. Maar dan moest het wel in het Engels optreden. Nou, oké. Okay, dus dat was best wel een dingetje. En dus wij helemaal naar Londen. En we dachten, nou, dat zijn hele leuke mensen. Het wordt hartstikke gezellig. Nou, eerst ging Kim... Nou, die ging hartstikke dood. Die moest de eerste 25 minuten doen en moest mij daarna aankondigen met een vuurrode kop. Van, nou, hier is Johan Goossens. En ik dacht, nou, ik kom op, nu ga ik even aan Kim laten zien hoe je dat doet. Nou, en toen ging ik nog verder door de grond. Er zaten gewoon mensen echt op de eerste rij te slapen gewoon. En mensen van de organisatie. Ja, van de organisatie. Die zaten gewoon met hun hoofd en hun handen en zo voorover. En dat je denkt, oké, dit is echt een van de ergste optredens ooit. En daarna... moet je altijd weer, we hadden dan zo'n kleedkamer ergens in een hokje. En die deur was op slot. Dus dan staan we dan na dat optreden allebei met zo'n boei van een kop. Staan we te wachten tot iemand met een sleutel komt van die deur. En dan komt het hele publiek nog langs. Hey, hi, hi, hi. Ja, maar was er iets aan de hand dan? Ik weet niet. Ik denk dat het misschien lost in translation. Het gekke was dat heel veel mensen gewoon echt Nederlands waren. Dus wij kwamen in het Engels optreden. En we hadden natuurlijk, misschien hadden we het ook onderschat. Omdat we dachten, oh, dit wordt heel leuk. Ja. En ja, er was 1 ding waardoor het ook echt kwam. Ik weet niet of je dat herkent, maar ze hadden buiten ons weten... hadden ze voor aanvang van de show hadden ze op alle stoelen... hadden ze briefjes, evaluatiebriefjes gelegd. Wat vond u van deze show? En hadden ze 5 smileys. Eentje was heel vrolijk en eentje werkelijk woedend. Dus dan kon je tussen kiezen. En dan zeiden ze ook van tevoren, voordat wij kwamen... van, nou, is dadelijk Kim Schudder bij Johan Goossens. Zeg alsjeblieft wat u ervan vindt. Hè. Ook als u het niet goed vindt, zeg het alsjeblieft. Hier zijn ze, Kim Schudderboom. Nou, en dan zitten als er mensen... Als nou toch 1 vorm is... Waar... Ja. Waarbij je echt wel gewoon kan horen wat mensen ervan vinden. Ja, dat is waar. Ja, ja. Nou ja, ik heb ook mensen van de organisatie, vrijwilligers... die woedende smiley in zien vullen achteraf. Dat je denkt, jeetje, hoe erg kan het zijn, zeg. Maar ja, dit is dus, dat mag gewoon niet. Als het bij Givjoen vraagt het ook wel eens... mogen briefjes op de stoelen leggen? Zeg, je mag na afloop iedereen vragen wat ze ervan vonden. Maar als je van tevoren gaat zeggen, let op wat je ervan vindt... dan is de hele sfeer om zeep. Dan gaat niemand meer mee. Je zit ook helemaal niet meer onbekommerd kijken. Je gaat echt gewoon met je recensente blik. Met handen, armen over elkaar. Dus dat was een van de ergste optredens ooit, ja. En dan ben je dan helemaal voor naar Londen gegaan. Dan zit je dan een paar dagen in een hotel. Ja.
Hoi, Wouter hier. Jij kan medewerker worden van het jongerencentrum Elektra. Voor een klein bedrag per maand word je bijvoorbeeld barmedewerker, stagehand, technicus of jongerenwerker Tina. Jij en de andere medewerkers houden het jongerencentrum draaiende en zorgen dat er toffe artiesten blijven komen. Wil je ook bij de crew horen of eenmalig een bijdrage leveren? Ga dan naar petje.af/elektrapodcast. Je betaalt simpel en veilig met je Nederlandse of Vlaamse bankrekening. Je hebt dus geen creditcard nodig. petje.af/elektrapodcast of ga naar elektrapodcast.nl. Oké, terug naar Johan Goossens. Ik kan me trouwens ook over optredens in het buitenland herinneren dat jij vertelde dat je ooit voor een show werd ingevlogen in Indonesië. Als ja, ik oh ja, ja, Maleisië, ja. Maleisië, ja. Azië. Ja. En dat je een gastvrouw had die dacht, ja, ik ga deze jongen 5 dagen lang tot op de minuut, ja, vermaken. Oh ja, dat is natuurlijk, ja, super lief allemaal. Maar je bent, dat is wel, aan die Hollandse clubs is dat heel vermoeiend. Dat je dus, ze denken, nou leuk. Dus ze zitten ook vaak een beetje geïsoleerd, weet je. Ze zitten helemaal in het oosten. Ze zitten daar met een paar Nederlanders in een soort oliestaatje. En dan komt er een cabaretier. En die komt voor vermaak, voor die ene avond. Maar die komt eigenlijk die hele week toch een beetje als nieuw vlees. Wat gezellig, ja, en leuk. En het is niet zo dat ze me de hele tijd aankeken van maak nou eens een grapje. Maar het was wel voor de gezelligheid. En ik werd daar eigenlijk alleen maar heel erg benauwd van eigenlijk. Ja, en dan gingen we daar weer heen. Dan moeten ze nog iets zien. En ja, het is allemaal super lief. Maar ik dacht, ik ga dat niet meer doen eigenlijk. Nee. En hoe doe je? Want je zei al, je hebt voor de show een paar uur nodig om gewoon, ja, even, ja, jezelf te komen concentreren. Hoe, ja, doe je dat dan als er dan iemand staat en denkt, ja, daar ben ik wel iets harder in geworden. Gewoon om te zeggen van, hey, ik ga nu eventjes voor mezelf. Of ja, ja, of hard. Zo klinkt helemaal niet hard. Maar heeft niet goed. Ik heel even voor mezelf. Ja, oké, okay, dankjewel. Maar het gekke is altijd bij die optredens, ook op scholen en zo. Ik doe ook wel snabbels op scholen of zo. Met mijn oude onderwijsprogramma. En dan maak ik altijd zo'n lijstje wat er belangrijk is. Dat je even een hokje hebt waar je kan zijn. Dat soort dingen. En mensen weten niet altijd, die vinden al, denken dat je echt luxe wil of dat je blauwe M&M's wil of dat en ik. Maar eigenlijk het enige wat je wil is gewoon even met rust gelaten worden. Ja. En dat je even ergens je tas neer kan zetten waar die niet gejat wordt. Dat zijn eigenlijk de enige twee ja, dingen. Die scholen, dat is trouwens ook nog een ding. Ik had laatst weer een school, dat was echt krankzinnig. Dit is best wel. Ik had laatst een online optreden voor een school. Gewoon een mbo-school. En gewoon met 150 docenten in MS Teams. Die moesten allemaal hun camera uitzetten en hun microfoon uitzetten. En dan ging ik hier vanuit huis gewoon voor mijn boekenkast optreden. Ja. En, oh, waar, maar die hadden hun microfoon allemaal uit. Ja, dus ik hoorde niemand. Geen reactie. Nul. En maar het enige wat ik wel kreeg was via de chatline van hahaha, hihihi en lol en allemaal smileys, allemaal gifjes en allemaal klaphandjes en zo. Dus dat was op zich wel leuk. Ja. Maar het was wel ja, droog zwemmen, ja. Ja. Maar, want ja. Dat is wel een ding en dat wilde ik ook vragen. Want je hebt natuurlijk zelf het onderwijs gewerkt, ja, Nederlands gegeven. En daar natuurlijk ook programma over gemaakt, de columns over geschreven, een boek uiteindelijk. Maar ik heb altijd, als ik voor een zaal sta met een groep leerlingen erin, of leraren erin, ja, of zelfs met alleen maar leraren, die, ja, heb ik ook gedaan. Ja. Wat is het bij leraren dat als die in een zaal zitten en ze moeten naar iemand anders luisteren, dat daar een soort payback komt, ja, en dat ze weigeren? Heb jij dat, ja, ook dat heb ik. Zijn er heel veel. Nou, ik heb dat. Ja, toen ik zelf les gaf, had ik dat wel. Dan kwam er iemand een workshop geven en zo, en dan ging iedereen lopen stieren en op zijn telefoon kijken en boterhammen eten. Okay. Nee, de docenten, ja, hebben wel die neiging. Heel gek, ja. Van nu mogen wij of, ja, zo. Ja. Heb je een idee hoe dat komt? Nee, ik denk inderdaad. Nu mogen wij. Nu mogen. Ja, hou ons nu maar eens eronder, weet je wel? Het is toch een soort wraak, ja. Ja. Heb jij dat ook gehad bij je eigen show? Want volgens mij trok dat ook veel mensen, ja, heel uit veel het docenten, ja. Nou, het enige wat ik wel had, is dat ik hoorde ze van tevoren. Dan stond ik in de coulissen en dan hoorde ik die docenten, omdat ze wisten, het gaat over ons, weet je. Het gaat, ja, Johan is van ons, Johan is er een van ons. En die hoorde je gewoon harder praten, harder lachen. Hey, Anja, zit je op rij? Dat je denkt, ach, oh, jongens, dat entitlement, weet je wel. Van, ja, oh, god. En later had ik die seksshow en toen hoorde ik het een beetje bij homo's in de zaal. Als je de homo's hoorde, dan hoorde je dat je denkt, oh ja, dat vind ik een verkeerde aanwezigheid of zo. Ja, van dat je het kaapt, zou ik maar zeggen, met z'n allen. Oh, dit is onder ons. Oh, 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 oh. Dat je voor een soort personeels. En hoe,
Maar als ik dus voor scholen optreed, dan is het erg leuk. Want dan kom ik gewoon mijn onderwijsverhaal doen. En dan is het vaak op een hele saaie studiedag. En dan word ik ook wel zeg maar ingehuurd als een soort ijsbreker. Want dan heeft iedereen op zijn ADV-dag moet ineens naar school voor een of andere sessie. En dan is iedereen met tegenzin. En dan moet ik om 8:30 ochtends moet ik dan comedy gaan doen. En dan zie je wel echt, dat is echt leuk om te doen. Hoewel ik daar ook, daar heb ik soms rampzalig dingen mee geraakt. Nee, ik heb het rare, wat best wel vaak is gebeurd, dan is bijvoorbeeld na de zomer of na een vakantie. En dan zeggen ze, eerst doet de directeur een toespraakje en dan ben jij, Johan. Ik zeg, helemaal fijn. En dan gaat zo'n directeur een toespraak houden. En dan begint hij bijvoorbeeld, een van onze leerlingen is deze zomer overleden. Wou ik graag even een minuut stilte voor houden. Nou, en daarna die minuut, hier is hij, Johan Goossens. Nou, dat is werkelijk, dan heb je natuurlijk geen schijn van kans meer. Ik heb het één keer nog erg gehad, was een keer, je verzint het niet, was een school in Friesland. En die zei van, Johan, dat is wel heel erg nieuws. Deze zomer zijn er 2 van onze leerlingen overleden. Ik zeg, jezus, wat afschuwelijk. Ja, dus willen als eerst even gedenken. Dan turn ik even wel de sfeer wel weer even om. En dan kondig ik jou aan, zegt zo'n directeur altijd. Die directeuren denken altijd dat ze daar heel goed in zijn, dat ze die sfeer wel even om kunnen draaien. Hoe deed de directeur dit? Nou, de directeur, het punt is wat ze ook nog zei voor die 2, hoe gaan jullie gedenken? Zei, we hebben 2 kaarsen, die willen we graag aansteken om die leerlingen te gedenken. Ik zeg, oké, dat is mooi, maar waar staan die kaarsen dan? Ja, die staan achter jou op het podium. Ik zeg, ik kan geen comedy gaan doen als ik achter mij 2 kaarsen heb branden voor de overleden leerlingen. Oh, dan zetten ze achter de piano. Ik zeg, meneer, ik ga niet kutkind zingen als er naast mij een kaars staat te branden voor een overleden leerling. Dus ja... Sorry, en toen heb ik zeg maar geëist. Ik zeg, die kaarsen moeten echt helemaal uit het zicht staan. Sorry voor die leerlingen, maar die moeten echt uit het zicht staan... Om mijn optreden een kans van slagen te geven. Nou, dat is heel zielig, maar die kaars die stonden ergens helemaal achterin. Iedereen moest helemaal zijn nek breken om daarheen te kijken. Niemand deed het ook, dus die kaarsen kregen heel weinig aandacht. Maar mijn optreden was wel geslaagd. Maar met name dat, sterk nog, een laatste ding over overleden leerlingen. Dat was echt serieus. Nee, ik heb dit best vaak meegemaakt. Ik had toen ik begon met deze podcast nooit gedacht dat iemand de zin zou uitspreken. Oké, nog een laatste ding over overleden kinderen. Ja. Nee, maar echt serieus. En toen, vaak onderschatten mensen het. Maar soms waarschuwen ze je even van, Johan, trouwens, als een leerling overleden. Maar soms gaat het ook op een manier dat je denkt, dit werkt alleen nog maar averechts. Ik moest optreden bij een school, dus in een theater. En ik stond al klaar in de coulissen. Ik werd bijna aangekondigd. Toen kwam de directeur, die kwam in de coulissen, die pakte me heel even mijn arm vast. Die trok zich helemaal naar me toe. Johan, trouwens, je hebt toch geen grappen over verkeersongelukken, hè? Ik zeg, sorry. Ja, want een van onze leerlingen is geraakt door een vrachtwagen. Frontaal, morsdood, meteen op slag. Dus je hebt toch niks over verkeersongeluk. Is afgelopen weekend gebeurd. Afschuwelijk. Dus niks. En toen hoorde ik, hier is hij, Johan Goossens. Nou, ik loop op. Ik weet niet meer wat. Ik heb echt alleen maar aan verkeersongelukken gedacht. Gewoon een half uur lang. Ik dacht, vreselijk. Wauw. Ja. Oh, ongelooflijk. Dus ik vraag het tegenwoordig altijd, zijn er toevallig nog leerlingen van jullie overleden? Ja, het is heel simpel, je moet het wel. Ja, je probeert wel heel veel dingen dicht te timmeren, ja. Ja. Ja, of mensen zitten of staan, of de bar open is of niet. Ja, omdat alles al een keer mis is gegaan. Ja, want wat je zei al, bij scholen bijvoorbeeld, dan stuur je van tevoren een lijstje met wat je allemaal wilt. Wat is Hele simpele dingen. Dat er iemand is van de techniek. Want de scholen hebben zelf hun eigen techniek. Iemand die iets weet van de techniek. En die erbij blijft tijdens het optreden. Dat klinkt heel simpel. Maar hoe vaak is het niet gebeurd? Ja. Hoe vaak is het niet gebeurd dat Jan die weet iets. Nou, dat was dus in Maleisië. Was hij dus godverdomme 1000 kilometers gevlogen. Had ik daar een week lang gezeten. Kwam dat optreden. En Jan gaat de techniek doen vanavond. Ik zeg, leuk. Heb je het al vaak gedaan? Nee, maar ik ga het binnenkort doen als Sinterklaas. Klaas komt. Ik zeg, oké, dus je hebt dat nog nooit gedaan. Nou, en toen gingen we soundchecken en piepen en kraken dat het deed. En toen ik stond met de microfoon en zij stond in die zaal. En toen zei die Jan, kun je zelf anders niet even luisteren hoe het klinkt? Ik zeg, nee, dat kan dus niet. Dat is dus een soundcheck. Ik kan dus niet daarheen lopen, want dan gaat hij piepen. Nou, en toen s'avonds ging dus optreden. En ik zei na 3 minuten, jongens, ik heb het idee dat de microfoon heel hard staat. Klopt dat? En niemand reageerde. Staat hij te hard? Nou, niemand reageerde. Nou, we gingen door met de avond. Aan het eind van de avond kwam Jan naar me toe. Ja, hij stond wel echt te hard hoor. Maar ik durfde hem niet zachter te zetten. Want ik wist niet hoe dat moest. Oh, ongelooflijk. Ja, dus techniek is heel belangrijk. Ja. Nou ja, en dan heb je iemand die erbij blijft. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk ook nog de... Nee, maar het is vanmiddag allemaal neergezet en gecheckt. Dus dat is oké. Ja. Ja. Ik heb ook wel eens gehad ik kom al echt altijd op tijd voor de soundcheck. Ik heb ook wel studentenvereniging gedaan en zo. Dat was net na Groningen. Dat was echt verschrikkelijk.
Dat ik, enige wat ik daar heb geleerd is gewoon je reet redden, weet je wel. Dan weet je, soms, sommigen waren heel aardig hoor, maar sommigen werd ook gewoon in zo'n hol en dan was iedereen al dronken. En had ik al, het enige wat ik had, was een cd met een liedje, ja, een heel hard liedje, zo'n stampliedje. Ik zeg, als ik aangekondigd word en tegen de technicus, moet je meteen het liedje erin duiken, keihard. En als ik, zodra ik een microfoon vast heb, dan uit. Als ik aan het eind zeg, dank u wel, meteen kaart liedje eraan en dan weer loop ik weer af. Want ze gingen gewoon, ja, ze gingen joelen en ze gingen liedjes zingen. Van, dus je moest keihard meteen eroverheen. Ja. Microfoon, ja, beginnen, klaar. Ja. Maar daar heb ik wel eens gehad dat ik gewoon echt uren van tevoren was ik voor een soundcheck. En de echte technicus was niet, dus met een andere jongen die met mijn microfoon zo gedaan. Nou, later hoorde ik boven, zat ik boven, toen hoorde ik weer allemaal piepen. En ik zeg, wat, ja, iemand heeft opnieuw de microfoon gedaan. Maar dus zonder mijn stem, ja, zonder jouw stem. Nou ja, dus ja, dan werkt het niet. Dus dan kom je op en dan piept en kraakt het en alles. Ja. En waarom? Nee. Nou ja, het is het allerlei. Ik zeg altijd heel simpel. Het belangrijkste is dat mensen me kunnen zien en dat ze me kunnen horen. Weet je wel? Maar met licht is het ook wel eens dat je dus, als het licht net niet goed is, heb je twee van die vlekken waar je tussenin loopt te kiezen van ik sta nu in deze vlek. Ja. En met heel wit te zijn. En dan loop ik halverwege mijn grap naar die vlek. Ja, de lach wordt echt minder. Ja. Ja. Het is echt waar. Je kan nog beter in het donker staan dan dat je de hele tijd donker blijft. Ja, dus en geluid is echt heel belangrijk, ja. Je moet ook, ik heb ook wel eens een technicus gehad, die, ja, die trouwens over zuipen gesproken, die zoop ook altijd te veel. Die was dan, er was een tijdelijke invaltechnicus en die ging, ik ga geen namen noemen hoor, maar die ging dan, we zaten in een tournee en hij kwam als invaller erin. En die had de neiging om La Chouffe te drinken voor de show. En dacht, ja, god, ja. Maar die ging ook het tempo van ons opschroeven. Dat we, wil iedereen nog een biertje? Voor ja. De show, weet je wel. En dan ging hij zo 3 La Chouffe drinken voor aanvang. En als hij dan nou geen fouten maakte. Maar dan, ja, ik heb 1 keer dat we gewoon in diligentia stonden. Stond ik te spelen. Ik dacht, hè, wat staat er nou op de rand van het podium? Eerst begon al, toen de voorstelling begon, begon al het licht rond, en rond wel, te wel zingen. Even, voor de mensen die diligentia misschien niet kennen. Dat is een hele mooie zaal. Hele mooie, chique zaal in Den Haag. Hartstikke chique, 500 man ongeveer. Ja. En hij had altijd zijn eigen spullen mee, maar die deden het dan nooit. Er zat altijd te kraken op de monitor. En toen, vlak voor aanvang, begonnen alle lichten rond te zingen. Alles een soort disco. Nou ja, en toen uiteindelijk begonnen we. En toen halverwege de avond stond ik op het podium. En toen zag ik, hé, wat staat er nou op de rand van het podium? Stond gewoon zijn rugzak met zijn jas erover. Stond gewoon nog op de rand van het podium, ja. Oh, dat kan echt niet. Ja. Krankzinnig. Even kijken, wat zit ik nou, wat ik al op had geschreven. Ja, god, ja, die dode leerlingen. Maar, nou ja, ik had ook wel eens bijvoorbeeld in Engeland, dat ik in Ierland een show ging doen over in een International Gay Theater Festival. En toen zeiden ze van tevoren, was het voor het eerst in het Engels. Vond ik heel spannend, maar ik had een programma over mijn coming out. Dus ik dacht, nou, dat is een mooi integer programma en mild grappig. En toen zei die man van de organisatie van tevoren, ja, ja, dan had ik mijn foto ingestuurd en alles. Ja, het is een beetje saai. Heb je niet iets, is niet iets met naaktheid nog in je show? Naaktheid? Nee, het gaat over mijn coming out, puberteit. Nee, niks. Ja, dat was een programma en dat heette I'll Tell It Tomorrow. Morgen ga ik het mijn ouders vertellen. Nou, I'll Tell It Tomorrow bleek al foutief Engels te zijn. Ik had iemand die hielp me met het hele script. Die had me helemaal geholpen. Die had alle fouten eruit gehaald. Maar de titel had ik niet tegen haar gezegd. En uiteindelijk had ik die posters al laten drukken. I'll Tell It Tomorrow. Het stond al in het boekje I'll Tell It Tomorrow. En dan bleek dat geen correct Engels te zijn. I'll tell them tomorrow, maar I'll tell it. Nou, en toen kwam ik op een festival en toen bleek, dus dan zag ik dat programmaboekje, bij alle shows waar naaktheid in zat, was een nudity warning. Nudity warning, onder de 16 mag je er niet in, er komt naaktheid in voor. Dus nou, dat alle homo's natuurlijk als vliegen op de stront gingen naar die voorstellingen. Weet je, en ik zat met een mooie intellectuele portret van een puber. Dat kwam helemaal geen mensen op af. Zat ik altijd voor 13 mensen. En terwijl dan ging je naar al die slechte toneelstukken waar 1 keer iemand naakt uit de douche liep en snel een handdoek omsloeg. Daar kwamen al, die zaten helemaal vol avond aan avond. En ook andere artiesten beklaagden zich erover. Ik zat met Barbara Streisand in. Daar kwam ook altijd niemand op af. En op een gegeven moment had ik het helemaal gehad. Sowieso mooi dat een scene is waar je gewoon een Barbara Streisand kan hebben. Een van de betere Barbara Streisand werd al gezegd, ja. Hij is zelfs een keer ingehuurd door Barbara Streisand zelf. Toen zij niet op een bruiloft kon zijn, werd hij ingehuurd. Ja, want het is een hij. En toen op een gegeven moment was ik zo klaar met al die, iedere keer weer 30 man, weer 30 man en in Ierland. En op een gegeven moment had ik een kater, had ik te veel gezopen. En toen dacht ik, oh god, deze avond, ik ga optreden, maar ik ga natuurlijk dingen verhaspelen. Ik ga dingen uit. Toen dacht ik, hoe ga ik dit goed maken? Weet je, dacht ik, nou, weet je wat, oké. Okay. Dan ga ik iedere keer als ik een fout maak, ga ik gewoon, ja, ik wacht gewoon tot ik mijn eerste fout maak. En die kwam al binnen een paar minuten. Ik zeg, oké, okay, sorry, ik dacht al, dit gaat gebeuren. Sorry, ik heb een kater. Ik dacht, ja, ik heb wel nagedacht, hoe kan ik het goed maken tegenover jullie? En het enige waar ik op kwam was partial nudity, hè? Want het schijnt hier zo'n enorm ding te zijn. Dus nou goed, iedere keer als ik een fout maak, trek ik 1 kledingstuk uit.
Nou, binnen echt 5 minuten later was ik gewoon helemaal naakt. Stond ik daar mijn voorstellingen in mijn naki te doen. Waarvan ik achteraf hoorde dat het een liability was. Want je mag niet naakt zijn. Als er, misschien zitten er jongeren in de zaal. Misschien zit er iemand onder 16. Dus nou goed. Wat anders hadden ze er een warning erop moeten zetten. Ja, dan had ik nog in een gevangenis gezeten in Ierland. Ja. Oh, wow. Dus dat was de eerste keer dat ik naakt optrad. Heb je dat daarna erin gehaald of niet? Nee, maar ik heb wel met de laatste show, de seksshow, die deed ik in mijn onderbroek. En er zat ook een scène in waarin ik me omkleed en ging ik helemaal naakt. Dat vond ik heel leuk. Want dat was op een gegeven moment had ik die seksshow en daar toerden we mee. En ik weet, op een gegeven moment in Middelbeernis of Middelharnis. Ja, Middelharnis. Toen dacht ik, ja, nu is het echt, nu werkt het echt. Mensen, ja, gewoon een hele zaal met mensen die naar van die homoseksverhalen zitten te luisteren. En dan allemaal van die mannen die me naar de hand zeiden, wat leuk zeg, weet je wel. Echt zo, toen dacht ik, nou, dit is echt tof. Toen dacht ik, ga ik 1 stapje verder. Dan ga ik ook helemaal naakt. En dat had ik niet tegen mijn pianist verteld. En niet tegen de technicus verteld. En dacht ik, en dat was net aan het eind van de show. Als ik zeg, nou, ik ben helemaal klaar met die onderbroek. Wel even gewoon netjes in een pak. Had ik al een pak opgehangen. Dan even, nou, en dan ging ik vertellen waarom dat ik het zo moeilijk vond om die show te doen. Dat ik zo schaamde me zo erg en zo. En ondertussen was ik helemaal, nou, dat was echt... Ja, dat vond ik echt het leukste ding om te spelen. Dus altijd als ik geen zin had, dan zei mijn pianist... Ah joh, 5 liedjes zingen en je piemel laten zien. En dan kunnen we weer naar huis. hoe ging dat in Middelharnis? Want ik ken toevallig Middelharnis vrij goed... omdat een vriend van me in het dorp ernaast woont. Ja, het is heel gelovig bedoel je? Het is een vrij gelovig dorp. Het is daar standaard de gemeenteraad met de gereformeerde partij. En de maar bij al die gemeenten waar je dus tegenop ziet omdat het heel gelovig is... Ja, gelovige mensen gaan niet naar theater. Nee. Dat is al des duivels, de theater. Dus dat is best wel een harde scheidslijn. In Putten kun je ook een hele leuke avond hebben. In Ede kun je echt leuke theateravond hebben. Zijn er ook wel mensen bij jouw seksshow gekomen... die je kende van je onderwijsshow? Ja, zeker. Zeker. Maar dit is niet wat een leraar hoort te doen. Ja. Of dit is wat mijn leraar ook deed, maar wat ik... Ja, we hadden geprobeerd om het heel duidelijk te zeggen dat het iets anders was. Dus dat je niet iedere avond weglopende mensen hebt. En, maar ik zag ze echt meteen bij opkomst in die onderbroek... zag ik echt zo 10 mensen echt op slot gaan. En ook gewoon niet meer opengaan de rest van de avond. Gewoon helemaal met armen over elkaar. En je ziet heel veel mensen hebben toch ook een probleem met seks. Dus dat zie je meteen, bam, die luiken gaan dicht. En daarom was ik dat programma ook gaan maken. Omdat bij die vorige show ging over onderwijs. Maar ze zaten 5 minuutjes in over seks. En ik kreeg heel veel, nou, we moeten ontzettend veel over seks zeggen. Wel heel erg veel over seks. Toen dacht ik, nou zeg, dan gaan we het een hele avond doen. Ja, ben benieuwd hoe dat lukt. Ja. Nee, maar het is vaak... Ja, als je eroverheen zet, dan ging ik altijd naar zo'n try-out toe. En in het begin dacht ik van, ja, wie zit hier nou op te wachten? Weet je, zo'n homo die over zijn seksleven komt vertellen. Maar ik moest altijd wel tegen mezelf zeggen, joh, je moet er zelf even eroverheen zetten. Als ik daar defensief ga staan van, hier zitten jullie niet op te wachten, dan gaat er ook niemand mee. Nee. Dus je moet wel denken, de rare vertrouwen hebben van, dit is ook voor jullie belangrijk. En dan blijkt dat ook vaak, ja. Maar zijn er ook mensen daadwerkelijk opgestaan zeker, en weggelopen? Zeker. Ja, bijvoorbeeld toen kwam de Volkskrant kijken in, hoe heet het nou ook weer? Wormerveer? Nee, ja, Wormerveer, ja. Het hele kleine theatertje. En toen zijn er 5 dames opgestapt en gezegd dat ze het ongepast vonden. En zijn weggelopen, ja. Ja. Maar ook echt opgestaan met nog de mededeling. Ja, dat zeiden ze dan later tegen de kranten van het ongepast. Want wat ik heel mooi vind, hoe kan een theatervoorstelling nou ongepast zijn? Weet je, dat, en toen had ik mijn piel nog niet eens laten zien. Dus het is wel goed dat ze weggingen. Dus ze wisten nog niet eens of het zou passen of niet. En ook mensen, nee. En ook mensen die gewoon inderdaad boze mailtjes of boze Facebookberichten stuurden van... nou, dat was even schrikken zeg, toen je in je onderbroek opkwam. Nou goed, en dat soort dingen. Ja. Maar als ik het me goed herinner, was de poster ook al of met een onderbroek of een dat was de Engelse poster. Ja, want ik had het eerst in Engeland gedaan en toen heette het Darkroom Diaries. Nou, dat was natuurlijk al hartstikke duidelijk. Ja. En dat was top. Want dat gaat niet over fotografie. Nee, precies. Nou, trouwens, ik heb ooit dat Twitter-account... want ik dacht, ik ga een Twitter-account Darkroom Diaries maken. Dat woorden dus aan een fotograaf toe. Dus daar ben ik niet... dat is niet gelukt allemaal. Maar toen, ik vond het spannend omdat ik dacht, iedereen kent me. Als ze me kennen, kennen ze me van het onderwijs. En dan is het wel dan sta je echt met 10-0 achter als mensen komen voor een onderwijsshow en je begint over je seksleven te praten. Ja. Dat werkt niet. Dus dan dacht ik, ik ga het in Engeland doen en dan doe ik het eenmalig en deed ik het in Brighton. En dat is echt ontzettend leuk. En toen dacht ik, maar toen vond ik het zo leuk. Dacht, nou, dat moet ik dan eigenlijk ook in Nederland gaan doen.
Dus met angst en beven heb ik dat toen gedaan. Maar goed, het is wel in het begin. Want toen hadden we allemaal try-outs geboekt. En toen waren we echt wel wat kaartjes verkocht. Maar toen dachten we, je moet even aan de mensen laten weten dat het echt een andere show is dan eerst. Bijvoorbeeld in Pepijn in Den Haag. Zeiden, ja, het gaat niet over het onderwijs, maar het gaat over seks en darkrooms. En u mag uw kaartje teruggeven als u wilt. Nou, van de 75 mensen hadden 74 hun kaartje teruggegeven. Ja, dus er zijn heel veel... Wauw! Ja, en er zijn iets van 20 theaters die me niet meer boekten met die show. Dat vonden ze te... Ja, ze dachten dat... kunnen onze mensen niet aan, zou ik maar zeggen. Maar heb je hem in Pepijn gespeeld voor die ene persoon? Dan wist je nog wel extra bij verkocht. Nee, met die ene persoon heb ik één op één afgesproken. Nee, maar... Laat die lifttechnicus me zitten. Nee, maar later toen het een beetje... toen gewoon... Ik heb eigenlijk een beetje van publiek gewisseld, denk ik. Heel veel mensen zijn weggebleven. Maar toen was ik bij DWDD, heb ik het hele verhaal verteld. En toen zat alles gewoon vol met nieuwe mensen eigenlijk. Ja. Dus dat was heel leuk. Alleen na de zomer bij de reprise... dan ben je toch een beetje van je vaste publiek afhankelijk. En die was ik een beetje kwijt. Ik had normaal nooit zo'n moeite met reprise. Maar nu zaten echt duidelijk minder mensen ineens na de zomer. En dan is het moeilijk spelen hoor. Als je in Roermond, die enorme bak in Roermond met die 800 stoelen... en dan zitten er 50 man in een kluitje vooraan. Dan sta je dan in je onderbroek over je seksleven te vertellen. En dan zie je al die verlichte trappen zo aan de achterkant. Helemaal, oh, vreselijk. En dan ook nog een gezinnetje dat dan... Komen jullie anders ook erbij zitten? Nee, wij blijven hier zitten. Weet je, dat je denkt, oh god, ja, dat is ook... Nou ja, allemaal verschrikkelijk. Ja. Oh. Ja, je hebt dan wel die hilariteit nodig van een leuke volle zaal die hard lacht. Ja. Want ik vond het zelf ook geen leuk programma meer als ik in mijn eentje daar stond voor 50 mensen. Heel intiem stond te vertellen over seksleven. Dacht ik, wat sta ik hier te doen eigenlijk? Ja. Ja. Volgens mij zijn jouw shows tegenwoordig gewoon goed bezocht. En weet je echt wel wie je bent en wat je doet. Maar wat is het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt? Oh ja. Ik denk ergens in Nijmegen. In helemaal in het begin. Dat was een cabaretavond. Dat heette Cabaromedy. Hoe? Cabaromedy. En ik had toen nog altijd dat ik hoopte dat het niet doorging. Omdat ik altijd heel zenuwachtig was. En dan hoopte ik echt onderweg van... Oh, ik hoop dat ik afgebeld word en dat ik lekker naar huis kan, weet je wel. En dus ik was niet echt hongerig zoals je eigenlijk hoort te zijn als jonge maker. En toen waren er 14 mensen zouden er zijn. Maar en toen onweerde het ook nog. En uiteindelijk zijn er 6 mensen zaten er. En toen heb ik opgetreden, ja. Dat heb ik wel verdrongen daarna. Dat was vreselijk. Dat was ook nog met iemand die gewoon in het wereldje zat... en die van tevoren zei... Oh, met name naar jou ben ik heel benieuwd. Ik heb heel veel leuke dingen gehoord, weet je. Nou, dan moest je als je dat in die tijd tegen me zei... nu zou ik dat nog kunnen negeren. Maar toen was ik dan... Dan moest je echt meteen een zakje blazen. Als iemand... Ik vond hoge verwachtingen, dan kon ik altijd heel slecht... Als het uitverkocht was, dan ging ik eigenlijk al heel slecht spelen. Dan dacht ik, oh god, wat verwachten al die mensen? Ik kon altijd beter gewoon voor 3 mannen en een paardenkop in een schuur staan. Dan speelde ik altijd veel beter dan... Als mensen er zin in hadden. Ja. Oh. Ja. Heb jij dat niet gehad? Of heb jij niet een soort mentale je strijd moeten leveren van hoe moet ik tegen een optreden aanstaan? Hoe moet ik er tegenover staan, zou ik maar zeggen? Nee, valt wel mee. Over het algemeen heb ik er wel zin in. Wel, hè? Ja. En dus ook als er weinig mensen zijn, dat ik dan denk, nou. Oké, dan zijn we prima. Dan gaan we met weinig mensen een leuke show maken. Jij walst er gewoon overheen. Je doet hem gewoon bam. Dat is wel mijn instelling. Ja. Dat is ook zelfbescherming, denk ik. Want als je al begint met... Oh, er zit maar X man en dit wordt nooit leuk. Dan gaat het ook niet leuk worden. Maar zie jij veel afkeuring in de zaal? Zie jij veel mensen die niet leuk... Ik barst bij mij... Dus mensen die ik zie, daarvan sinds de helft het niet leuk. Ja, nee, ja, tuurlijk. Dat zit misschien in mijn hoofd. Ja, je hebt een tekening die eens in de zoveel tijd weer over Facebook en zo gaat. Ja. Van een comedian die voor een enorme zaal staat met iedereen lacht. En hij ziet één iemand op rij één die niet lacht. Dat is natuurlijk altijd, maar net als bij zijn huiskameroptreden wat je zegt. Er zit altijd wel één vrouw. Een beetje moeilijk te glimlachen. Ja. Daar kan ik daar wel doe je heel het goed voor. Aan ja, vasthouden. Dat heb ik ook. Ja, ja precies. Ja. Je moet even iemand vinden die. Of een knappe iemand dat je denkt, oh leuk. Ja. Ja, nou ja, als je dan in je onderbroek, in je wit onderbroek staat, is het niet echt leuk. Maar hey, Wim kan altijd er ook in zijn dagboek van, uitverkocht diligentia. In rij 2, 4 lege stoelen. Weet je, dan zo heel dat alles vond hij zwaar. Alles was problematisch. En... Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, gewoon je onzekerheid die je heel erg projecteert op... Ja. De paar mensen die dat bevestigen. Ja, of dat je dus heel lekker hebt gespeeld, vind je. En dan komt de theaterdirecteur naar me toe. Die zegt, ja, dat soort dingen. Ja, ik zeg, ja, ik ben benieuwd of je een impresariaat gaat vinden. Dat soort teksten. Of Nee, soms zijn ze heel aardig, hoor. Maar ik heb ook echt wel nare types gehad van...
Ja, van ja, ik vond ja, laatst was Joep van het Hek hier en dat vond ik toch leuker of zo. Ja, ja, of, ja, maar dat is sowieso een. Of mensen die met heel veel nadruk een compliment geven. Ik vind jouw liedjes heel goed. Ik vind jouw liedjes heel goed. Dat je denkt, ja, ik had 2 liedjes. In 1,5 uur. Maar, ja, of als je het over het onderwijs hebt, dan vind ik het goed. Ja, dat je denkt, oké, dankjewel. Ja. Ja, want wel over het onderwijs, als je het hebt over voor mensen staan die er geen zin in hebben. Ja, ja. Dan sta je natuurlijk in het onderwijs. Denk ik vaker ja, niet. Ja, daarom. Nou, heb je dingen uit het onderwijs die je in de periode dat je weer les bent gegeven of les bent gegeven, die je mee hebt genomen waarvan je als je nu voor een zaal denkt, staat, het gaat misschien niet lekker, dat je denkt, oh, wacht even maar, fuck jullie, ik heb... Nou, en met name dus toch een soort, ja, zo'n gevoel van ik heb voor hetere vuur gestaan, weet je wel. Zolang mensen niet met stoelen gaan gooien, kan ik het allemaal wel aan. Weet je wel, in een klaslokaal is het gewoon wat er kan gebeuren. Er kan van alles gebeuren, weet je wel. En in een zaal, die stoelen zitten al vast, dus dat helpt. En mensen hebben ervoor betaald, die hebben er zin in. Dus ja, je laat je echt veel minder snel, ja. Maar dat had ik eigenlijk al naar die studentenvereniging. Dat was ook best wel pittig. En toen kwam ik eindelijk weer in een gewoon theater met andere artiesten. En die zei zo, jeetje, wat een moeilijke zaal. Ik dacht, moeilijke zaal? We hebben centrale verwarming. We hebben licht. We hebben geluid. Ik vind het heerlijk. Ja. Dus je gaat het waarderen. En dat zal straks eigenlijk ook wel zijn. Ik zeg net wel, vind het fijn dat alles afgezegd is. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Gisteren werd ik gebeld of ik mijn optreden bijvoorbeeld in Bellevue binnenkort, of dat door kan gaan, maar voor 30 man. En toen dacht ik, ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik bijna, ja, ik weet niet, echt ontroerend dat je daar weer mag staan voor, al is het maar 30 man. Ja, dat er 30 mensen in dezelfde ruimte zitten naar jou. Normaal zit er 120. Ja, 120, zoiets, ja, ja, ja. En dacht, ja, ik had niet zoveel moeite om een ja tegen te zeggen. Ja, leuk, let's do it. Ja. Ja. Dus ik denk dat we het echt gaan waarderen als het straks weer mag. Zo'n volle theaterzaal, jongen, dat zou wel fijn zijn, zeg. Ja, ja, ik heb er ook goede dingen over gehoord. Ik ben heel benieuwd. Ja. Bij jou is alles ook nu gestopt, zeker, of niet? Alles staat helemaal stil. Ik doe nog wat dingen online, wat shows via Zoom. En dat is heel leuk om te doen. Ja. En daarna een biertje op je balkon. Dat heb ik zo'n online show gegeven. Daarna kijk ik hier in de spiegel. Helemaal vuurrood hoofd. Helemaal opgewerkt natuurlijk. Ik dacht ook die online shows. Ik dacht, nou ja, jongens, doe maar maximaal 20 minuten. Dat lijkt me meer dan genoeg. Maar ik heb dan gewoon 3 kwartier staan spelen hier voor mijn boekenkast. Voor mijn eigen cameraatje. En daarna zit je toch heel gek. Krijg je nog een mailtje van heel erg bedankt. Iedereen is heel enthousiast. En dan zit je hier gewoon een beetje af te bieren in je eentje. Dat je denkt, heel apart. Ik mis dan wel even dat je mensen echt ziet. En dat je mensen ook na de hand even ziet. Want ik ga altijd naar de foyer. Omdat ik mijn ervaring is dat ik zelf best wel perfectionistisch ben. Dat ik denk van, oh, dit ging niet goed, dat ging niet goed. En mijn ervaring is dat mensen het altijd leuker vonden dan je denkt. Ja. Dat mensen, ga je ook echt op mensen af en vragen, hey, wat vonden jullie ervan? Dat gaat me wel erg ver. Maar ik ga wel een beetje in het zicht staan. Ja. Nou, sommige mensen ontloop ik hoor. Want sommige mensen die zie je ook naar je toe lopen op een manier dat je denkt, oh, hier heb ik helemaal geen zin in dit gesprek. Ik had met het seksprogramma, dat was heel leuk. Ik kreeg heel veel, ik had ook een keer jeuk. En toen, dan krijg je allemaal dat soort seksverhalen over vulva's en dingen waar ik niet altijd op zat te wachten. Maar ook wat vaak heel leuk was, ja. Ik vind eigenlijk, ik heb best wel vaak leuke gesprekken met mensen na de show. Ja, ja, er zitten af en toe wel een mogol tussen. Sorry, een gek tussen, maar... wat is het twijfelachtigste of raarste wat iemand ooit na de show tegen nou ja, zeggen? Ik vind bijvoorbeeld... Ik had een keer een vrouw van middelbare leeftijd die zei als openingszin, ik heb met jou in bad gelegen. Kijk, ik wist meteen wat ze bedoelde. Ik was die week in een podcast gekomen. Oké, weet je, ik wist meteen wat ze bedoelde, maar ik denk, waarom? Waarom? Ik heb met jou in bad gelegen. Dat je denkt, oké, lieverd, fijn. Ja. Ja. Dan en zij heeft al de hele dag lol gehad. Dat ja. Denkt, ik ga vanavond. Of dat mensen je een hele levensverhaal gaan sturen, weet je wel. Toen ik nog een column had in het Parool, stond altijd mijn e-mailadres eronder. Dus vond ik vaak heel leuk. Kreeg je iedere dag, iedere week een paar mailtjes vaak. Maar ook wel mailtjes van heel erg over hunzelf. Van enorme lappen tekst. En Johan, ik herken je in je verhaal. En een 1,5 pagina. En dan denk ik, wat moet ik nou? Want ik wil wel iets terugsturen. Dat vind ik ook onbeleefd. Maar dan deed ik altijd gewoon 1 zinnetje. Dat beste Ingrid, bedankt voor je verhaal. Groetjes Johan, zoiets. En dat is natuurlijk ook hartstikke dodelijk. Want dan gaat iemand ook niet nog 2 kantjes sturen. Maar het is wel, je hebt wel even... Of één had ik dat ik een soort verhaaltje... Echt letterlijk iemand schreef een mailtje. Beste Johan, wat een mooie column in het Parool. Ik herken er heel veel van. Ik wil het hier wel opschrijven, maar dan krijg ik RSI. Bel me. 020. Nou, serieus. Oh, ja. Nou, die mensen mag je gewoon negeren, hoor, vind ik.
Lijkt me een mooi advies. Ja. Top man, dankjewel. Super, dankjewel. Dat was hem, de Elektra podcast met Johan Goossens. Volg Johan op social media en ga zijn show zien in een theater bij jou in de buurt. Vergeet niet te abonneren, deel deze aflevering met vrienden en tot de volgende Elektra. Hoi!